Ik heb twee uitzendingen gemaakt over de terroristenafdeling in Vught. Dat is een heel bijzondere plek. Daar worden dus mensen die verdacht worden van terrorisme of daarvoor zijn veroordeeld, worden daar apart opgesloten. Heel streng regime, is nog nooit een verslaggever binnen geweest. Ik was de eerste die na jaren voorbereiding eigenlijk daar binnen mocht komen. Ik ga twee uitzendingen maken. Eén gaat over het regime en de ander gaat over het grote probleem van deradicaliseren. Hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Dus ik praat met de imam, met de psychiater, met de psycholoog, met de directeur. Allemaal over dat thema van die jongens die zitten daar, die hebben kwalijke denkbeelden. Hoe krijg je ze daarvan af? Dat is natuurlijk een enorm probleem. Even naar afdeling 9-1. Daar is een gedetineerde op dit moment behoorlijk boos en dreigend en tegen de deur aan het schoppen en slaan. En heeft een rapport gekregen. En ik ga even polsen wat we moeten doen. Proberen om tot rust te manen. Maar dat kan ook uitgaan op een situatie. Dus dat weten we nooit. Situatie, dat is? Dat we letterlijk in gevecht met elkaar komen. Dus dat is best wel even spannend. En jij was de eerste journalist die daar naar binnen is gegaan? Ja, dat klopt. En hoe was dat? Hoe was dat? Nou, het is natuurlijk fantastisch om daar te zijn. Dat is natuurlijk sowieso al heel erg leuk. En die kritiek die er is, die kan ik wel begrijpen als het gaat om dat mensen veel te lang opgesloten zitten achter de deur. Ze hebben niets te doen, er is geen arbeid, er is geen scholing. Een groot probleem is ook dat visiteren. Dus mensen die dan als ze bezoek hebben gehad, krijg je dat onderzoek aan je lichaam. Dat is vernederend, dat is vervelend. Maar ik vond het opbeurend dat het personeel en de directie echt willen veranderen nu. Dus dit bestaat nu 10 jaar. Ze zeggen nu echt van er moet meer programma komen. En ook dat visiteren kun je eigenlijk makkelijk oplossen met een bodyscan. Dat willen ze ook heel graag, liever vandaag dan morgen. Maar zo'n bodyscan kost geld. Het ministerie gaat daarover. En zij zeggen ook, de minister is ook, zit ook onder druk om niet te soft te zijn voor deze groep. Hè. Dus hij moet zich als een krachtige minister en we zullen deze jongens aanpakken. Dus op het moment dat je daar een dure bodyscanner binnenrijdt en zegt van dat visiteren kan nu achterwege blijven. Dus het ligt politiek ook allemaal heel gevoelig. Maar ik vond het positief dat de mensen daar, het personeel op de werkvloer, die zijn gewoon oké en die doen gewoon hun werk. En dat doen ze op een fatsoenlijke manier. Dus dat vond ik wel leuk om te zien. Mohamed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, die vernielt een keuken omdat hij het niet eens is met de behandeling van twee moslimvrouwen. Ja, wat is je belangrijkste bevinding eigenlijk van jouw bezoek aan de terroristenafdeling? Nou, de belangrijkste bevinding is dat dat de hitte er volgens mij een beetje van af is. Dus dat het genormaliseerd is. In het begin is iedereen zo geschrokken, ook van die Hofstadgroep. En dan moest het allemaal heel streng aangepakt worden. En nu denkt men toch meer van, het zijn gewoon gedetineerden. Weliswaar veroordeeld of verdacht van vervelende delicten. Maar we gaan er gewoon professioneel en fatsoenlijk mee om. Dus ik vond het eigenlijk wat dat betreft meevallen. Hoewel het grote probleem, hoe kun je deze jongens deradicaliseren? Is het verstandig om ze nou bij elkaar op te sluiten? Of zou je ze eigenlijk toch gewoon moeten verspreiden? Dat is een discussie die is nog lang niet afgelopen. En er zijn argumenten voor en tegen. En dat is dat blijft een heel lastig probleem. Argos, zaterdag, NPO Radio 1 om 2:00.